Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom. Namens de gemeente even een officieel woordje. Toen ik 4 jaar geleden hier in de Bosstraat kwam, was het wel een beetje een mineurstemming. Van leegstand, onvrede, wat verloedering, het is onveilig. En als ik een beetje terugkijk de afgelopen 4 jaar, zie ik ondernemers die de handen ineen hebben geslagen met elkaar. En samen voor de straat opkomen. Dus afgelopen nieuwjaarsreceptie was ik eigenlijk ook wel een beetje trots. Want ik zag dat er nieuwe ondernemers in de straat komen. Andere ondernemers, een beetje business to business. Wat belangrijk is de saamhorigheid en wat Michael al zei. Een schone, hele en veilige straat is natuurlijk wat consumenten graag willen zien. Ja, zoals onze wijkmanager net al zei, we zijn een viertal jaar geleden begonnen om de straat mooier, beter en veiliger te maken. En eerst was dat strijden tegen leegstand en tegen onveilige situaties. Langzaam maar zeker hebben we dat opgelost en gaan we leuke andere dingen bedenken om onze straat in een positief daglicht te zetten. En schoon is een belangrijk onderdeel van schoon, heel en veilig. Dus wij hebben samen met ons KVO-groep, dus keurmerk Veilig Ondernemen, besloten om een schoonmaakdag te doen. Nou, ja, een van de eigenaren heeft verteld dat deze dag was. En ik heb daar ook een mailing over gekregen. En ik dacht van nou, ik ben hier zo betrokken bij deze straat. Ik vind het eigenlijk wel belangrijk om ook mee te gaan helpen met zoiets. Moet er echt goed uit gaan zien. Hè? Ja. En wat vindt u dan van het initiatief van deze dag zelf? Ja, dat vind ik ook hartstikke goed. Het is, je merkt, eigenaren gaan met elkaar praten. En allerlei aanwezigen die op de een of andere manier iets met de Bosstraat hebben, die krijgen contact en die praten met elkaar. Ja, dat is altijd belangrijk dat dat gebeurt. Dat je ook een beetje een eenheid bent. Omdat ik bij alle vergaderingen zit, had ik ook van deze actie natuurlijk gehoord. En ik vond het een sublieme actie, dus ik dacht, ik ga er ook aan meedoen. Ik denk dat het heel goed is voor de ondernemers om met elkaar iets te doen aan de leefbaarheid in de straat. En dat was een paar jaar geleden wel een beetje anders. Nu komt het steeds meer op. Ik vind dat het bestuur van platform De Bosstraat er heel hard aan trekt om iedereen erbij te betrekken. Alle ondernemers. Het is nog niet helemaal gelukt, maar het gaat wel de goede kant op.